Magic FM. En ik ga het even een beetje oneerbiedig zeggen. Ze is denk ik ineens veel meer waard. Maar ik ga haar vragen wat ze zelf daarover denkt. Ik heb haar uitgenodigd om haar een beetje uit te kleden. Ik wil weten hoe ze zich voelt en wat er allemaal nog moet komen. En ze is Audrey Bakrude, de krachtige stem van Apopleptic. Mijn eerste vraag, ben je ooit zo vroeg opgestaan voor een gig? Het is 8:45. Goedemorgen Suriname, ik ben wakker. Dat zag je er niet zo vrolijk uit. Nee, het komt in één keer. Alright, ben je niet zo vaak vroeg op? Ja, tuurlijk, als ik ga werken vooral, maar als ik verlof heb en vrij ben, dan slaap ik even door. Alright, wie is Audrey Bakrude? Hoe zou jij jezelf beschrijven? Multitalented, ambitieus en gewoon een heel aardige meid. Alright, aardig. Ik zat met je op de Amst, toen keek je altijd tof en zuur. Je lachte nooit zomaar. Ik kende me nog niet, Sydney. Wij kennen Apopleptic van 2002. Het begon in onder andere 2002 op de radio. Echt met het succes. En dan pak ik maar één song hieruit. Guide You Back. Hey baby, what's wrong with me? Waar was je toen? Toen Apopleptic begon? In de tijd van Guide You Back. Ik was een fan. Oké. En had je ooit gedacht dat je de lead vocalist zou zijn? We hebben allemaal dromen. Had je ooit zoiets van, hey, dit wil ik doen? Nee, op dat moment niet. Ik hield van muziek. Ik hield ervan om mijn optredens te bezoeken. Meerdere bandjes althans, die toen bestonden. En ik begaf me meer in die scene. De rock scene eigenlijk. De vriendinnen van mij ook. En we wilden ons eigen band. En dat hebben we ook gedaan. Oké. Wat gebeurt er met die band? We waren pubers, deden van alles, experimenteerden een heleboel en na een jaartje is het opgehouden en toen ben ik benaderd geworden door Apopleptic. Er bestaat ook een heel bijzondere band met de voorzanger. Hoe is dat gekomen? Even nadenken. Het ging gewoon vanzelf. Toen ik met mijn eigen band begon, alleen ik vaak instrumenten voor kleine optredens, want ik had zelf geen instrument. Ik bespeelde toen basgitaar en deed de vocals binnen mijn eigen band. En van het een kwam het ander. We leren elkaar beter kennen. Hij is een aardige jongen, dat weet je zelf ook. En, maar hij is ook scherp. Ja. Jij bent dat trouwens ook. Botsen jullie nooit? Heel vaak, maar ik denk dat dat ook de relatie in stand houdt. Stel je hebt ruzie met Rizvi, Yasrin. Ja. Ik mag gerust zeggen, je man, want jullie zijn al lang samen. Ja. Hoe gaat dat? Dan wordt het optreden nog mooier. Het maakt het alleen maar spannender. Beschrijf waarom. Er is dan gewoon veel meer pressie, veel meer druk, veel meer spanning, waardoor je dat gewoon wel kwijt wil. En dan gebeurt dat in een optreden. Trace Ralim die vroeg een paar dagen terug, when will be their big day, in het verlengde van je relatie met de frontman? Oh, dat bedoelde ze. Ik las het en ik begreep het niet. Dus the day isn't very soon. Anders had je dat direct begrepen. Ja, klopt, Trace. Ik zal niets beloven. We houden gewoon heel erg veel van elkaar. En we zijn dolgelukkig met elkaar. En we zitten ook in de band samen. Dus we maken er gewoon een productieve tijd van. Oké. Jullie waren bij Jerry Wanda. De man was hier met Wyclef Jean. Is zo die link ook gelegd met het fantastisch optreden van die zaterdag? Ja, dat klopt. Dat is een groot voordeel geweest voor ons. We hebben sinds ons bezoek aan New York vaker contact gehad met Serge. Of contact goed onderhouden en met Jerry dus ook. En toen wij eenmaal wisten dat Wyclef hier naartoe kwam voor Carifesta, hebben we die kans gegrepen. Hoe was het samenwerken? Wat ging door je om op dat moment? Ik zal je eerlijk zeggen, toen we naar hem toe stapten, waren we beiden even zenuwachtig. Want je weet niet wat je moet verwachten van zo'n grote artiest. We zijn allemaal mensen onder elkaar, maar het is de eerste stap naar de artiest zelf toe. En naarmate je met die man praat, merk je van, hey, hij is zo down to earth en zo een aardig mens. En toen hadden we die avond, je moest optreden. Had je ineens X? ik was behoorlijk zenuwachtig, dat weet ik wel. Maar toen we eenmaal bij het podium zaten, toen hij eenmaal opkwam,
vielen de zenuwen eigenlijk weg. Ik denk dat zoveel mensen met me meeleefden, die al wisten dat ik zou optreden natuurlijk, en dat die de zenuwen van weg hebben genomen op een of andere manier en ik gewoon mijn ding kon doen. Was je tevreden? Ik had niet verwacht dat de Surinamers zo positief op mij zouden reageren. Ik was echt overwhelmed. Heb je negatieve kritiek vaak? Nee, dat niet. Maar ik had niet verwacht dat het op zo'n grote schaal zou gebeuren. Dat men zo geraakt zou zijn erdoor. En dat ik zoveel goede reacties zou krijgen. Ik ben er allemaal dankbaar voor. Oké. Ben je niet veel meer waard? Zo voel ik me niet. Ja. Het is gewoon geweldig dat ik dit heb meegemaakt, maar het is je tijd. Als het je tijd is, is het jouw tijd. Oké, wat ga je doen met die tijd? En dan ga ik dan direct naar de vraag van Dejean Camille. Hoe ze voor het laatst met Wyclef Jean heeft opgetreden en hij dan een goed woord heeft gedaan. Misschien doet hij dat nog bij recording studios of producers. Misschien zullen ze wel geïnteresseerd raken in haar. Zal ze Apoplectic verlaten voor een solo carrière in de VS? Of zegt ze, als ze me willen, moeten ze de band erbij nemen. Anders hoeft het niet. Dat is altijd wat je hoopt natuurlijk. Dat je als één band bij elkaar blijft en je ding kan blijven doen. Maar ik wil niet vooruitlopen op zaken. Maar je moet toch wel. Dat is waar. Je gaat een beetje eraan denken. Ik heb er vaker aan gedacht natuurlijk. En we hebben vaker met de band erover gesproken. Althans met de kern van de band. En ik weet dat de jongens 100% achter me staan. En ze weten ook dat mocht er zich iets voordoen. Dat ik een stapje kan nemen. Dat ze achter me blijven staan. Ook Rizvi? Rizvi ook. Alright. Wat nog voor Audrey? Qua muziek? Anything. What comes to mind? Dat is het eerste waaraan je denkt. Op dit moment mijn bed. Hey Audrey, thanks. Graag gedaan, Sid. En ik kijk uit naar jullie nieuwe schijf. Ja. En ik kijk uit naar, wie weet, no? Wat er allemaal nog komt. Maar ja. Alleen maar goed, je bent een positief mens. Ja. Thanks Audrey. Graag gedaan. Ter waarde van $25,000 of maak kans op een van de 6000 andere prijzen. SMS de code onder die dop naar 2437. Barbo Biri, dat na Biri.